Er was geen enkele school in Leuven die mij nog wou, denk ik. Ze hebben mij buiten gesmeten in Sint-Pieter. Stom. Ik was nogthans een brave leerling. Nee, maar ik had mijn bruggen verbrand. En ik wou ook niet meer in die colleges in Leuven zitten. Dat was toen nog het oud systeem, voor het VSO. Dat was niet gemengd, dat was gewoon... Dat ging dik mijn voeten uit. Dus ik kwam hier in een soort van vakantieschool terecht. Was het vreemd om van je eigen onkel les te krijgen? Of was hij gewoon een leerkracht als een ander? Nee, dat was vreemd omdat ik er mijn eigen vader wel in herkende. Ik bedoel, dat zijn broers allemaal en die trekken heel hard op elkaar. Tot op het accent na zelfs. Bijvoorbeeld mijn vader en veel mensen uit Kesselo en zo, die hebben de gewoonte van de hash niet uit te spreken. Dus je krijgt dingen als oeksnelheid in plaats van hoeksnelheid en zo. Maar dat ken ik al van thuis, dus ik voelde mij wel op mijn gemak. Vroeger was hier al een Don Bosco-feest met een free podium. Jij hebt daar naar het schijnt opgetreden. Weet je daar nog iets van? Ja, absoluut, absoluut. We hadden een systeem uitgevonden. Ik had hier wel wat vrienden, muzikanten en de leraars waren ook wel regelmatig afwezig. Dus ik had zoiets van, als we nu op het einde van het jaar een groot feest in elkaar steken. Dat was iets dat we eigenlijk zelf moesten organiseren op die moment. Ik had zoiets van, We zorgen voor een goed feest, maar daar moet wel voor gerepeteerd worden. Krijgen we geen klaslokaal waar dat we instrumenten in mogen zetten, zodanig dat telkens als we een uur vrij hebben, dat we kunnen gaan repeteren. Waardoor dat wij boven het secretariaat in het geschiedenislokaal allemaal versterkers en een drumstel hadden staan. En telkens als een leraar ziek was, dan konden wij gewoon gaan beginnen jammen en repeteren. Dus dat was fantastisch. Je nonkel had en heeft nog altijd de eigenschap dat hij moeilijk namen kan onthouden. Hoe zit dat bij jou? Ik heb zo'n liedje van Lou Reed, Faces and Names, I Wish They All Were The Same. Ik onthoud over het algemeen wel goede namen. En soms simplifieer ik ook, bijvoorbeeld, dat zijn allemaal Hildes. En, allemaal mensen die dezelfde karaktertrek hebben, geven dan allemaal ene naam die dan het geheel moeten dekken eigenlijk. We zullen even een testje doen. Hoe heet je drummer? Isolde. Een vrouw? Is dat toevallig? Nee, dat is niet toevallig. Ik had zoiets van, deze moet zo weinig mogelijk rock zijn en zoveel mogelijk pop zijn. Dus ik wou zoveel mogelijk vrouwen op podium. En ook omdat een rockgroep, als je met allemaal venten op de baan zit, dan beginnen die zich toch altijd gelijk boertige venten te gedragen. Er zitten daar één of twee of drie vrouwen tussen en iedereen wordt ineens een stuk hoffelijker en ja, het is een beetje meer... Ja, dat wordt ineens een veel chiquer. Die mannen laten zich ineens... van een andere kant zien. Zo. En dat werkt heel goed. Dat wordt ineens een lieve groep, een soort van familie. Dan, de volgende persoon die we zoeken is een singer-songwriter die ook hier in Don Bosco heeft gestudeerd. Tom. Ken je nog bekende oud-leerlingen naast Tom Helzen? Nee, wie zou ik... Er is nog één specifieke en ze is bekend als sportpersoonlijkheid van 2004. Ah, shit. Heb ik daar niet op moeten spelen? Ah, maar wie heeft dat toen gewonnen? Toen zat ik al terug achter de scène, denk ik. Ik sla me dood, maar ik weet niet eens wie dat er toen gewonnen heeft. Het is een vrouw, een sprinster. Sprinster? Kim Gevaert? Oké. Heeft hij hier gezeten? Dat was hier goed voor te lopen. Ik herinner me nog wel. We gingen altijd turkens doen. Zo. Dat was een van de weinige sporten dat ik hier graag deed. Nogthans, als een sportschool, maar ik ben niet zo'n sportieve mens. Maar mooi is hij ook van hier. Wat is de naam van je manager? Flip van Es. Wat doet die mens eigenlijk? Is dat je levende agenda? Wat doet zo'n manager? Nee, dat is... In mijn geval is dat een mecenas. Iemand die gewoon op een gegeven moment beslist van... ik ga mij over u ontfermen. En als je iemand hebt met heel veel kennis van een business, met heel veel kennis van hoe de artiesten ineen zitten, hoe de studio's ineen zitten, muzikanten en zo. En vooral het toffe aan mijn manager is dat we op een gegeven moment gewoon besloten hebben van alles zelf te doen. En dat maakt dat ik nu een soort van independent muzikant ben die een klein beetje buiten de business staat, maar gewoon omdat ik een goede zakenman met goede ideeën achter mij staan heb. Hoe heet de zangeres van Lords of Acid? De vrouw Strega. Is zij ooit je vriendin geweest? Deborah is nog altijd een goede vriendin. Wij kwamen elkaar tegen ergens in een discotheek om 3 uur s'nachts. En ik wist niet wie dat zij was, zij wist ook niet wie dat ik was. En we begonnen aan een heel plezante periode. En Deborah is een heel plezante, lieve vrouw eigenlijk. V-
Van je single Housewife is ook een gesproken versie waarin de huisvrouw te horen krijgt wat haar plek is. Is dat jouw ideale huisvrouw? Ik ben zelf een huisvrouw, dus ik kan me dat permitteren van dat te zeggen. Nee, wat er vooral gebeurt in die gesproken versie is dat de vrouw compleet naast de vent zit te klappen. Dat de vrouw zich emotioneel volledig blootgeeft en dat de vent gewoon de hele tijd zegt van I am hungry, feed me now. Maar dat is een statement. Ik kreeg overlast een e-mail van een DJ die een lesbienne vijf moest beginnen in Holland. En hij wou absoluut de vanilleversie van die gesproken versie om... Gewoon om die lesbiennes even op te jagen. Dat is gewoon een provocerende knipoog. Maar dat is zeker niet mijn beeld van een huisvrouw, anders zou ik er een hebben. Je volgende cd zal een Belgische plaat worden. Wat bedoel je daarmee? Ik ga altijd maar verder weg van wat een Amerikaanse plaat zou moeten zijn of kunnen zijn ofzo. Gewoon het Belgische surrealisme, de Belgische zottigheid, het feit ook van hier tussen Duitsland en Frankrijk en Engeland en zo in te zitten, waardoor ik ook in al die talen wil zingen door elkaar en zo. Een soort complete mengelmoes, wat dat België ook is. Als je naar de architectuur hier kijkt op een of welke steenweg en zo, dat is gewoon complete chaos. De meest verschillende gebouwen naast elkaar. En dat soort plaat wil ik maken ook. Het is heel veel verschillende stijlen door elkaar gemengd. Helemaal niet te klasseren. En daardoor heel specifiek.